Dank, voorzitter. Opdat we maar snel naar blok 2 kunnen zo. Even voor de scherpte, want daar is, ik hoop in mijn hoofd geen verwarring over, maar misschien in het debat. Maar invaren of geen invaren, doorsnee afschaffen gebeurt sowieso. Ook als een fonds niet invaart. Dat klopt toch, vraag ik via u, voorzitter, aan de minister. De minister zegt ja. Ja. En mijn vraag, en dit debat hebben we vaker gehad, en ik kom op terug omdat dit voor mij heel belangrijk is. Want macro in al die sommen volg ik het antwoord van de minister helemaal. En dat is, en dat heb ik volgens mij de vorige keer ook gezegd, in de meeste gevallen gaat dat gewoon het geval zijn. En wat ik even doe, is ik ga naar de realiteit van de uitkomst. En ik heb volgens mij vaker gezegd, ik hoop dat die situatie zich niet voordoet. Maar dat fonds met die hele lage dekkingsgraad, misschien de kappers, misschien een ander fonds. En mijn vraag heel concreet, voorzitter, en ik probeer hem even scherp te doen, zodat ik er niet nog een interruptie nodig heb. Is in dat geval, want in alle andere gevallen volg ik het antwoord en snap ik het antwoord. Door wie gaat de compensatie van het afschaffen van doorsnee in de situatie van dat fonds betaald worden? Want klopt het dat het alternatief is, want zo heb ik de beantwoording van de minister tot nu toe gevolgd, is dat dat dan uit de premie wordt betaald? En betekent dat dan dat dat door de werkgever of door de werknemer betaald wordt? En als het dan door de werknemer wordt betaald, klopt het dan dat de facto zij zelf meebetalen aan de compensatie van het afschaffen van doorsnee door de wetgever? En is dat de definitie van adequaat die de minister dan hanteert? De minister. Voorzitter, laat ik eerst even zeggen dat ik die zorg goed snap die mevrouw me toegezegd. En in alle gevallen geldt hier ook bij een pensioenfonds met een lage dekkingsgraad dat die overstap ook inderdaad evenwichtig dient plaats te vinden. En inderdaad, dan ga je dus sprake over een van de punten daarbij is dan de adequate compensatie. Dat is één van de afspraken die daarin meegenomen moeten worden. Als een dekkingsgraad bij het invaren 105% of lager is, dan is dat maximum 5% van het totale fondsvermogen dat mag worden gebruikt om een compensatiedepot voor die afschaffing doorsnee te vullen. En inderdaad, ik zei het al, ook premie kan daarbij helpen. Bij dekkingsgraden tussen 90% en 100% is het wel moeilijk om zowel kortingen te voorkomen en afschaffing doorsnee te compenseren. Dat is ook wel het eerlijke verhaal, omdat ze ook gewoon een te lage dekkingsgraad hebben. En daar moet dus een balans worden gezocht, ook hoe die pijn dan eerlijk verdeeld kan worden. Het geldt hier wel natuurlijk dat hier in deze situatie ook er betere contracten voor terugkomen en dat er ook minder buffers aangehouden hoeven te worden bij die fondsen. Dat kan ook weer helpen om op die manier bijvoorbeeld een compensatiedepot of iets dergelijks te vullen. Dus ik snap de zoektocht van mevrouw Matoeg. Ik vind het best ingewikkeld om hem heel specifiek te maken, omdat het echt te maken heeft met de verschillende kenmerken van zo'n fonds. Maar als haar vraag is, kan het zijn dat er bij zo'n lage dekkingsgraad en geen mogelijkheid om extra premie in te leggen, dat je dan toch nog niet een heel compensatiedepot kan vullen? Dat kan. Of je moet daar ook nog kortingen tegenover zetten. Dat zijn allerlei keuzes die gemaakt moeten gaan worden om op die manier te zorgen dat er wel evenwichtig wordt ingevaren en dat er dan ook nog een adequate compensatie is. Ik kijk even rond, mevrouw Matoeg. Ja, voorzitter. En ik hoor de minister heel goed, want eigenlijk zeg je, als het goed is, en ik moet even dat woord erbij zoeken, in die complete besluitvorming met al die processen, dan zijn de fondsen waar ik het over heb, dan zou het besluit zijn, u kunt eigenlijk niet invaren. Dan doe je dat niet. Dus die situaties vind ik van alles van, maar die snap ik. Dan hebben we de fondsen waar we het met z'n allen, en dat, ik zeg ook de hele tijd, ik hoop dat het iedereen is, en dat lijkt ook zo te zijn op die macrosommen. Dan ga je over, kielen, moeilijk, evenwichtig, volgordes, geeft de minister van aan. Ik heb het, en de reden dat ik hier op terug blijf komen is dat ik nu gewoon niet zo goed weet wat er gaat gebeuren als deze situatie zich voordoet. Dus we gaan door de complete besluitvorming, alles is netjes gedaan, u gaat invaren, kompuntje bepaald, je hebt alles helemaal gedaan en je hebt gewoon tekort. Je hebt tekort om te doen wat we als evenwicht dan wel adequaat definiëren. En wat gebeurt er dan? En omdat we wel een harde premiegrens hebben met een maximum, dan komt dat op die arbeidsvoorwaardentafel. En wat ik, en dat is, en laat ik hem ook even heel politiek maken, voorzitter. Als het antwoord dan is aan die werknemers, u gaat vanuit de loonruimte in de premie meebetalen,
Ja, dan kan ik gewoon niet zeggen, ja, dat is een adequate compensatie van het afschaffen van doorsnee. Dan vind ik het onterecht dat we die rekening bij die mensen neerleggen. En dan is mijn vraag aan de minister, hoe ziet zij dit voor zich? En ik hoop natuurlijk gewoon dat het antwoord is, dit doet zich niet voor. En dan is het een theoretische casus. En volgens mij snapt de minister mijn worsteling. En mijn vraag is, wat is dan het advies? En wat is dan wat de wetgever meegeeft aan die tafel? En ik hoop dus dat dat niet het antwoord is. Mensen gaan dat uit de eigen zak meebetalen, voorzitter. De minister. Voorzitter, mevrouw Matoeg zegt het al. Dat worden natuurlijk aan de CO-tafels allerlei afspraken gemaakt. Over wat is de loonruimte? Wat ga je doen ook met de premies voor de pensioenen? En het harde fiscale kader tot 2037 gaan we wel 3% extra fiscale ruimte ook nog geven. Om juist die premies nog wel extra in te leggen. Dus daar bieden we ook al meer ruimte. Juist om hier ook aan tegemoet te kunnen komen. Als zij mij vraagt wat is het advies, ik vind het heel ingewikkeld om hier een advies vanuit ook een macropositie te gaan geven, waar ik niet de details van een microfonds, noem ik het maar eventjes, allemaal ken. Ik geloof wel dat juist al die aspecten meegewogen moeten worden en daar dus ook moet gaan kijken wat betekent dat nou concreet voor jouw fonds. En in het geval van mevrouw Matoeg gaf zij een voorbeeld van een fonds waar juist heel veel wat ik noem per generatie gevallen inzitten. Dan moet je dus ook kijken in zijn totaliteit. Wat betekent dat dan ook weer voor bijvoorbeeld de jongeren? Ga je dan zeggen, daar kun je ook nog keuzes maken om ook daar weer meer ruimte te gaan bieden voor het compensatiedepot. Maar dat is echt specifiek voor dat fonds. Ik ga daar niet een advies op geven of iets dergelijks. Maar ze zegt, ja, betalen ze daarmee aan hun eigen compensatie? In totaal is het zo dat je natuurlijk allerlei keuzes binnen één fonds moet gaan maken. Maar het feit dat je bijvoorbeeld minder buffers hoeft aan te houden, ja, is dat dan iets wat je zelf betaalt? Of is het gewoon iets wat vrij komt te vallen, wat je ook weer in kunt zetten in de vermogens die je ook weer mag toedelen in bijvoorbeeld in een compensatiedepot? Dat zijn de kwesties allemaal die daaronder liggen. Dus ik vind het best ingewikkeld om de vraag van mevrouw me toch zo specifiek te beantwoorden. Ik zoek een beetje van waar is zij naar op zoek? Mevrouw Matoeg? Ja, ik kreeg een vraag, dus nu doe ik toch die derde interruptie, voorzitter. Waar ik naar op zoek ben, is het antwoord dat werknemers niet uit hun loonruimte de afschaffing doorsnee gaan betalen. En ik herhaal dat, en daar zit ik heel anders in dan de collega van de SP en de PVV. Ik snap heel goed dat in die evenwichtigheid je daar keuzes maakt en ook die buffers. Daarom pak ik elke keer heel bewust deze casus, omdat daar heb je alles gedaan binnen evenwichtigheid en dan kom je niet uit. En wat ik de minister niet hoor zeggen is, nee, ik vind het niet wenselijk, het gaat niet gebeuren, dat werknemers hun eigen compensatie gaan betalen. En die situatie vind ik echt onwenselijk en kan ik niet onder adequate compensatie schuiven, voorzitter. Maar even, dan hebben we dus over dat ze niet extra loonruimte mogen gebruiken om voor de compensatie te gebruiken. In de loonruimte moeten altijd keuzes worden gemaakt. Dat gaat niet alleen over pensioenen, dat gaat ook over heel veel andere arbeidsvoorwaarden. Dat gaan wij hier ook niet vaststellen als Kamer. Dus ik kan niet van tevoren zeggen, ik kan u garanderen dat u niet extra uit de loonruimte, dat daar ook nog bijvoorbeeld extra premie wordt ingelegd. En we hebben daar ook nog een soort fiscaal mogelijkheden vergroot. Maar omgekeerd, als ik hem, en dat is niet flauw bedoeld, komt dat mevrouw Matoeg even dilemma snapt dat ik erin zet. Ik heb met mevrouw Matoeg heel veel discussies over hoe gaan we ervoor zorgen dat er meer werkenden met pensioen komen. De reactie die ik vaak krijg, als we dan zeggen dat willen we gewoon meer gaan doen, dan zeggen mensen, ja, dat komt uit de loonruimte, geef mij maar gewoon loon. Ik wil helemaal geen premies gaan inleggen. En toch zegt mevrouw Matoeg hier, om goede redenen, ik vind het wel belangrijk dat een stukje van die loonruimte ook hier weer voor wordt ingezet. Dus als zij mij vraagt, kunt u garanderen dat dat niet gebeurt? Nee, dat kan ik niet garanderen. Maar ook daar hebben we de mogelijkheden verruimd om dat fiscaal ook te kunnen doen. Maar dit vind ik ook echt een keuze die gewoon aan de CAO-tafel gemaakt moet worden. Tot slot, mevrouw Matoeg. Tot slot, voorzitter. Dat gesprek over loonruimte en je kunt die hele wereld niet garanderen. Maar dan toch terug even naar de situatie. Want waar we het over hebben is de wetgever kiest ervoor om de doorsneesystematiek af te schaffen. En terecht staat in het pensioenakkoord
dat we dat adequaat compenseren. En net zoals dat de minister in alle beantwoordingen schriftelijk ook laat zien wat daar wenselijkheid in is. En ook in die evenwichtigheid al die keuzes. De casus waar we het over hebben is dat die ruimte heel beperkt is. En wat ik moeilijk vind aan het antwoord van de minister is uiteindelijk zegt ze wel, als deze situatie zich voordoet en dit fondsje vloept er doorheen en we zitten in een situatie waarvan we allemaal wensen dat die zich niet voordoet, dan gaat het gebeuren dat de werknemer zelf gaat meebetalen aan de compensatie. En dan is mijn slotvraag aan de minister, is dat hoe zij adequaat definieert? De minister. Ja, en het ingewikkelde van de vraag van mevrouw Matoeg vind ik dat zij zegt, eigenlijk moet ik bijna op microniveau zeggen, er mag niet in een cao-onderhandeling extra premieruimte komen als dat er ingezet wordt voor de compensatie van de doorsneesystematiek. Dat is echt op een heel decentraal niveau iets voorschrijven waar verschillende keuzes gemaakt moeten worden. Als dat nou het alternatief is voor bijvoorbeeld ook weer kortingen die dan elders moeten worden toegepast. Dan kan mevrouw me toch zeggen, doe mij die kortingen maar. Ja, volgens mij is dat nou precies de afweging die wij hier niet moeten gaan maken. Dit is precies de afweging die je op decentraal niveau moet laten plaatsvinden. Waarbij fondsen wel heel goed inzichtelijk moeten maken wat voor keuzes ze daar hebben gemaakt en hoe ze daartoe zijn gekomen, zodat degene waar het over gaat daar ook nog een zienswijze kunnen opgeven. Dus ik snap wat mevrouw Matoeg probeert, alleen hij is zo ingekaderd in het geheel van de discussie over loonruimte, et cetera, dat ik hier niet een verbod of iets dergelijks op wil leggen. Want dan maak ik heel veel keuzes ook alweer kleiner voor de fondsen om hier evenwichtigheid te betrachten. Ik denk dat een fonds ook wel zou kijken van wat kan ik eerst al vanuit mijn vermogens. Het lijkt mij vrij logisch als je een fonds bent dat je niet zegt, nou hup, we gaan alles maar via de premie doen. Maar wat kunnen we al binnen onze eigen vermogens? Deze generaties krijgen er ook echt een beter contract voor terug. We hoeven minder buffers aan te houden. Nou, daar heb je ook nog wat ruimte waar je ook nog in kan zetten voor bijvoorbeeld de compensatie van de doorsneesystematiek. Dus er zitten ook allerlei voordelen aan. Het is niet zo dat die deelnemers dan alleen maar nadelen daarvan ondervinden. Maar om nou ja, het punt van de extra premie niet toe te staan op het moment dat het gebruikt gaat worden. Nee, ik zoek een beetje van ja. Mevrouw Matoeg. Ik zei niet, en dan wil ik een verbod. Dat zei ik niet. Ik zei, deze situatie willen we niet. En ik kan van alles bedenken. Ik kan bedenken dat als deze situatie zich voordoet, waarvan we niet willen dat die zich voordoet, dat je gaat kijken of je met je fiscale ruimte net hem kan verruimen. Ik kan me voorstellen dat je zegt, je doet een gesprek met de minister en dan zeggen we, waarom betaalt de werkgever de premie niet? Ik kan me voorstellen dat je zegt, hey, kun je in partnerschap met een ander fonds kijken, want maken dan komen we wel uit. Ik kan me heel veel dingen voorstellen. Maar wat ik me niet kan voorstellen, dat we zeggen, nou, en dan ga ik één keer de collega links van mij quoten. Weet u wat, we gingen het allemaal doen. Macro in de sommen klopte het. In de macro sommen gaat het ook goed. Maar op mesoniveau kwamen we niet uit. Sorry, jullie hebben pech. Sigaar uit eigen doos. Die situatie moeten we willen voorkomen. En mijn vraag aan de minister is, hoe doe je dat? En het liefst wil ik dat die situatie helemaal niet voorkomt, voorzitter. De minister. Maar als ze niet wil dat het niet voorkomt, dan moeten we iets gaan regelen. Dat is mijn conclusie. Maar dan zit ik te zoeken naar wat dan de regeling is. Dan moet je bijna wel weer een volgorde gaan afspreken over hoe je bepaalde keuzes maakt van wat gaat eerst. Voorkomen van korten, vullen van compensatiedepot, allemaal dat soort keuzes. Volgens mij hebben we hier juist eerder ook een debat gehad dat als wij dat gaan voorschrijven, dat een hele ingewikkelde wordt, omdat het zo fondsspecifiek is. Dat heeft zo te maken met de kenmerken van een bepaald fonds. Als wij hier zeggen, dit moet eerst of dat prevaleert, als we er al uitkomen met elkaar hier. Ik denk, misschien is het gewoon ook een optie om eens te kijken, ook bij die handreiking voor het evenwichtig invaren, dat we deze casus ook eens even meenemen en ook bespreken met de partijen die daar gewoon aan tafel zitten. Dat je dan ook daar in de handreiking mogelijk ook iets mee kan geven van hoe zou je met zo'n situatie kunnen omgaan. Dat lijkt mij nog een begaanbare weg. Maar het nu iets hier gaan regelen, denk ik dat dat echt ook de mogelijkheden voor het fonds juist beperkt om dit soort situaties te voorkomen, paradoxaal genoeg.